De protesten van verschillende vakbonden en andere organisaties die op 17 februari 2023 zwaar uit de hand liepen, lijken bijkans te zijn vergeten. De protesten waren in eerste instantie bedoeld om een signaal aan de regering te geven dat de situatie in het land ondraaglijk is als het gaat om het prijzenbeleid. Het protest van een jaar geleden liep echter al gauw uit de hand en zijn er onder andere enorme vernielingen aangebracht aan het gebouw van de Nationale Assemblée en is gepoogd het hoekhuis aan de waterkant in brand te steken. De brandweer die ter plekke was, heeft erger kunnen voorkomen. In een verklaring zei de regering deze gepleegde vernielingen ernstig af te keuren. De regering gaf aan onder geen beding te tolereren dat de rechtsstaat en democratische instituten in Suriname aangetast worden door handelingen van individuen dan wel in georganiseerd verband. Er was een speciale taskforce ingesteld die de verantwoordelijken van de acties moest opsporen en inrekenen. Ook de leiders van de protestactie werden opgeroepen voor verhoor.